Universiteit van Nederland. Je hebt herhalingen, je hebt verlengingen en je hebt blokkades. Hoe kom je er nou vanaf? Nou, niet iedereen komt er helemaal vanaf. Maar je kunt wel zorgen dat je er niet zoveel last van hebt. En daar kun je zelf mee aan de slag. Maar de omgeving speelt daar ook een belangrijke rol in. Stotteren is eigenlijk een verstoring van het vloeiend spreken. En dat begint vaak op de peuter- of kleuterleeftijd. Om te praten heb je 150 spieren nodig in je mond, in je keel, in je borstkas. En die moet je allemaal gecoördineerd aansturen om vloeiend te kunnen spreken. Nou, en hoe goed je daarin bent van nature als klein kind, dat zit voor een groot deel in je DNA. Maar er is meer. Op die peuter- en kleuterleeftijd leren kinderen ook heel veel taal. En ze leren veel meer woorden bij, maken langere zinnen. En dat heeft ook invloed op hoe je spreekt. Daarnaast heb je ook veel emoties als kleuter. Je temperament speelt een rol. En hoe erg je dat hebt, dat is ook verschillend per kind. Kleuters kunnen ontzettend boos worden, of heel verdrietig, of heel blij. En die kunnen dat allemaal nog niet zo goed temperen. Dat is allemaal groots. En dat maakt ook dat je anders praat. Als je heel boos bent, kan je zo praten. Je kunt je zo kunnen wel zo praten. Dus dat doet iets met je spraak. Deze factoren samen bepalen eigenlijk of een kind gaat stotteren of vloeiend blijft spreken. 5 tot 10% van de kinderen gaat op de peuter- of kleuterleeftijd stotteren. Hoe het stotteren zich ontwikkelt in de jaren daarna en hoeveel last een kind daarvan gaat krijgen, daar speelt de omgeving ook een belangrijke rol in. Zo vragen we bijvoorbeeld aan ouders van jonge kinderen die stotteren om zelf ook een rustiger spreektempo aan te houden. Dus bijvoorbeeld als in plaats van dat een ouder zegt: "Wat een mooie tekening, oh, kom je mee?" Vraag je om te zeggen: "Wat een mooie tekening. Kom, we gaan." Zo langzaam. Zo langzaam. Het is net als wanneer je invoegt op de snelweg. Als iedereen keihard rijdt en heel dicht op elkaar, is het veel moeilijker invoegen dan wanneer iedereen langzamer rijdt en er meer pauzes, meer ruimtes tussen zitten. Dan is het veel makkelijker om in te voegen. 1% van de mensen die stottert, blijft altijd een beetje stotteren. En we denken dat dat komt doordat de aanleg van die aansturing van die spraakspieren bij hen toch het zwakste is. Maar het is niet zo dat mensen die blijven stotteren nooit vloeiend kunnen praten. Hun spraaksysteem raakt alleen makkelijker uit balans. En dat komt bijvoorbeeld door spanning. Dan gaan mensen vaak stotteren. Je kunt het eigenlijk vergelijken met een trein. Die kan lekker soepel doorrijden. Of hij kan met horten en stoten haperend rijden. Stel, je dag begint met het uitlaten van de hond. Dan gaat het praten waarschijnlijk hartstikke vloeiend. Maar als je daarna in de klas een vraag moet stellen of iets moet vertellen, dan gaat het ineens helemaal niet meer vloeiend en met horten en stoten. Terwijl als je daarna weer gezellig met een vriendin zit te praten en je bent ontspannen, gaat het weer lekker vloeiend. En als je dan even later in de kantine iets moet bestellen, dan gaat het weer helemaal mis en lukt het niet om het vloeiend te zeggen. Zo'n dag zit vol met momenten van meer en minder spanning. En dus ook meer of minder stotters. Ja, want het gaat om die spanning. Ja, die spanning is wel echt belangrijk vaak. Die 150 spieren die je nodig hebt om te praten, die kunnen ook verkrampen. En net als wanneer je nek verkrampt als je gespannen bent, kunnen al die spieren ook wat meer verkrampen. Dus als je daar al wat minder aanleg voor hebt, voor die goede aansturing, dan gaat het makkelijker mis met spanning. En die spanning die kan ook weer groter worden door hoe mensen op je stotteren reageren. Dus als iemand zegt: oh, doe maar even rustig. Of hij heeft wat meer tijd nodig. Dat helpt eigenlijk niet, hoe goed bedoeld het ook is. Je wijst er iemand eigenlijk alleen op hoe die praat en dat die stottert. En dat kan steeds meer iemands leven gaan beheersen. Je kan bijvoorbeeld gaan vermijden. Dat kan met klanken gebeuren. Je kunt klanken waarvan je weet dat je daar moeite mee hebt of dat je daar sneller op stottert. Bijvoorbeeld de g. Dan denk je, ik ga geen gezellig meer zeggen, maar ik ga leuk zeggen. En het steeds zoeken naar alternatieven en andere woorden, dat is heel vermoeiend en stressvol. Dus dat kan je leven steeds meer gaan beheersen. En die trein, die eerst reed met af en toe een haperingetje misschien, die wordt dan helemaal uit dienst genomen. Het heeft ook effect op iemands hele leven. 1 op de 3 mensen die stottert, die heeft bovengemiddeld last van depressies, angst of stress. En het kan bijvoorbeeld ook invloed hebben op iemands carrière. We adviseren daarom dus, reageer niet heel actief op het stotteren zelf. Daarmee maak je onnodig iemand heel bewust van zijn stotteren. Aan de mensen die stotteren zelf
geven we juist aan, blijf vooral vrij praten. Laat het maar gewoon gebeuren. Als wij met z'n allen iets toleranter reageren op het stotteren, dan is dat voor de mensen die stotteren super waardevol. De laagste lichaamstemperatuur die een mens heeft overleefd is 13,7 graden Celsius. Ik ben Hein Daane, thermofysioloog, en in de volgende aflevering zal ik uitleggen hoe dat kan.